kijken in het echt, doe die shit via een trek. Yeah, dat is de motivatie. Yeah. Baby, je weet geen flikker van hoe het zat. Ik stuur nu die open letter. Dit is echt, dit is geen grap. Je liet me achter op een manier die ik niet kan begrijpen. Was mijn moeder er niet geweest en zat ik dit nu niet te schrijven. Dat is een echte vrouw, altijd aan mijn zijde. Niet wanneer ik vrolijk was, maar juist in de slechte tijden. Dat is een echte vriend, dat is fucking liefde man. De shit die jij me gaf was een strop met de trap naar dead shit. Ik heb geen haat, maar je bent de bitch. Want een echte vrouw laat dat man niet zitten in de crisis. Het was een crisis, problemen in mijn hoofd. En je wist dat het zo was, maar je liet me daarvoor dood achter. Je liet me zitten omdat je me niet volgde. Je vrees wat je niet kent, dat is een zwakte. En jij vond die maar bleef zitten. En liet die zwakte je leven bepalen. Daarom koos je voor je eigen terwijl ik je eten haalde. Je kleren kocht, liefde gaf, kusjes op je wangen gaf. Nooit een straf, wat het maf, wat ik wil altijd te lachen. En nu doe je opeens alsof er niks is. Ben me vergeten en laat me achter in die crisis. Je wil gaan feesten en hangen met die meisjes. Waar is die boy gebleven die je naam heeft lopen schrijven op een papier en heeft laten zetten op zijn fucking post? Die naam staat ervoor, het leven, de domste fout die ik ooit maakte was die tattoo. Op het moment van zetten dacht ik aan de toekomst. Ik was getrouwd en ik was happy met jou. Maar nou zit ik alleen in een leven vol problemen. Terwijl het meisje het beest speelt op te kwekken als een eentje. Geen verantwoordelijkheid, geen nestjes in mijn hoofd. Geen gevoelens, geen behoeftes, geen ambities, ze is dood. Ze leeft haar leven in zich, maakt zich druk om de moeder die haar zegt hoe ze moet leven. Terwijl ze dikke van een koe heeft. Ze is bezacht, die weet maar weinig van de wereld. Wel een man op de straat leeft, speelt ze met de kegels. Wil ze lachen met de loze de zielen die gevat hebben in het leven en dat door de klap verdienen. Ik zie ze, maar zij ontkent dat die klap er is. Maar kijk dan naar je ex, dan zie je wat die klap nou is. Je liet me zitten, ik kan er echt niet bij. Wat heb ik verkeerd gedaan? Bel me op, vertel het mij. Maar je belt niet, je laat me zitten met die vragen. Zegt op MSN dat ik kan bellen, maar dan is het moment. Daarom blijf ik achter. Je neemt niet op, je doet geen shit. Je laat me trippen, maakt me gek. Terwijl jij in je bedje ligt, blijf ik zwerven met de vragen in mijn hoofd. Ik steek een broodje op, zodat die vraag zich langzaam dooft. Maar mijn hoofd krijgt dit vaker, moeite met dat broodje. Dat is de reden dat ik confuus. Hartstens laatste stootje. Geen verslaving is, je zit tussen de oren. Moet ik stoppen, doe ik dat. Maar nu heb ik die shit nodig. Het is dubbel, ik denk dubbel na voordat ik doe. Omdat ik vanaf nu uit zoek wie er zit in mijn kroeg. Ik rol niet langer met Jan en alle man. Ik pak wat ik kan, maar ben bewuster geworden dan jou. Je liet me zien wat de slang is. Ik bedoel niet het dier. Ik bedoel degene die zich aangesproken voelt door dit dier. En dit dier, dit is die open brief. Ik houd hem open omdat ik open ben. Ja, dit is die brief. Ik schrijf dat is de waarheid, verder houd ik afstand. Loop van je weg, kom niet terug, noem me maar de boeman. Maar die man komt hier wel met de woorden. En jij kwam niet verder dan ontwikkelen. Ja, je hoort me. Dit is de waarheid, zal een stoppen hem te geven. Op een dag kom ik je tegen en dan zal ik je aanspreken. Dat is de waarheid, baby.